Bourgondisch genieten bij restaurant Den Boerderij. Herven 52 Den Bosch. Dit is N24actueel.nl. Geen 15e landstitel voor hockeyclub Den Bosch. En dat is jammer, want de hockeyclub bestaat dit jaar 75 jaar. En dat wordt ook dit weekende gevierd. Amsterdam was te sterk over 3 wedstrijden. Vandaag werd het 3-1. We gaan eerst even kijken naar het duel tussen Den Bosch en Amsterdam. Ja, wat een vreselijke manier om zo afscheid te nemen van de hockeyclub. Ja, vandaag wel eventjes. We hebben echt een heel mooi jaar gehad. Dus wat dat betreft heb ik wel een mooi afscheid, maar vandaag helaas verloren. En dan is het toch even de deceptie, zou ik maar zeggen. Waar scheelde het vandaag aan volgens jou? Nou, we hebben echt alles voor gegeven, maar zij hebben gewoon als team zo goed verdedigd en wij kwamen er gewoon niet doorheen. En we hebben maar 1 corner gehad en ja, ik zeg 4-5 kansen. Dat is gewoon veel te weinig voor de play-offs. Ja, nee, ik had hier liever met een ander gevoel gestaan, absoluut. En in plaats van die zilveren met een gouden medaille om. Je stopt ook een beetje weg nou, hè? Ja, nou, ik ben er niet heel trots op het moment, maar aan de andere kant denk ik, ja, weet je, we kunnen er heel verdrietig over zijn en dat mag en dat hoort erbij. En als dat niet zou zijn, dan zou het ook niet goed zijn. Maar ik denk dat iedereen gegeven heeft wat hij had vandaag. En dat was misschien wel niet genoeg. Ja. Je zegt vandaag erbij ook nog. Dat valt me op. Ja, nou, het gaat uiteindelijk om vandaag. Het is vandaag erop of eronder. En, heb je het dan eerder laten liggen, vind je dan? Nou, ik vind dat we het sowieso eerder hebben laten liggen, ja, als team. En, maar dan heb je vandaag alsnog het alles beslissende wel. Dus dan gaat het alleen maar, dan telt het geschiedenis niet meer. En dan gaat het om wat je vandaag laat zien. En iedereen heeft alles gegeven wat hij kon. En dat was helaas niet genoeg. Zij scoren meer goals. Ja, het is een beetje een cliché. Zij scoren meer goals dan wij. Ze halen 3 corners, maken 2 goals. Ja, dat is te veel. Ja, zo is het gewoon. Ik vond het een beetje een kopie van wedstrijd nummer 2 die hier ook werd gespeeld vorige week. Jullie op voorsprong. En dan komt Amsterdam steeds beter in de wedstrijd. En dan gaan jullie beuken op de goal, maar kom je er niet doorheen. Ja, daar heb je helemaal gelijk. Maar toch vind ik het weer geen kopie. Want daar speelden wij al geheel gewoon niet goed. En vandaag hebben we wel goed gespeeld, maar lukte het gewoon niet. Ik denk wij staan 1-0 voor. We staan hartstikke, ja, best goed te spelen en het wordt 1-1. En dan uiteindelijk denk ik dat wij op een gegeven moment gaan spelen met een gevoel in de ploeg. Alsof we achter staan, wat nergens voor nodig is. Dus dan is het rust en dan stap je de kleedkamer uit met het idee, nou kom op jongens, durven, lef, hockeyen. Ja, en ik denk dat we dat geprobeerd hebben, maar het was onvoldoende. Raoul, 3-1 tegen Amsterdam. Waar ging het mis? Heel simpel. Te weinig kansen gecreëerd en zij waren ongelooflijk effectief met hun kansen en daar win je verlies je finales op en ze halen 4-6 de laatste 2 wedstrijden uit hun corner. Tough corners. Uit hun corner en dat is ongelooflijk knap en dan word je terecht kampioen. Zie je die emotie bij jouw ploeg?
Maatje Goderie huilen, Maatje Paume. Ja, ik kan er nog, kan bijna het hele elftal opnoemen, het hele team opnoemen. Ja. Wat doet dat? Ja, we hebben er zo hard voor gewerkt dit jaar, met z'n allen. Misschien nog harder dan vorig jaar. En ja, dan doet het gewoon pijn als je... Als het zo dichtbij is en het lukt niet. Ik realiseer me dat niemand gewend is om te verliezen. Dus niemand dat een prettige emotie vindt. Maar ja, ik denk aan de andere kant dat we hier ook best met opgeven hoofd het veld af mogen lopen. En iedereen aan kunnen kijken. Want ja, we hebben alles gegeven. En dat dat niet genoeg is, dan is dat niet genoeg. Als zij er meer maken dan wij, zijn zij de terechte kampioen. Volgend jaar zonder jou. Jij gaat naar Australië toe, begrijp ik. Ja, ik ga naar Australië eigenlijk al heel snel, over 2 dagen. En daar ga ik ook weer hockeyen, maar met een nieuw team, nieuwe kansen, nieuwe dingen. Ik ga gewoon kijken hoe het daar is. Een jaartje Australië en dan misschien weer terug naar HC Den Bosch, want daar ligt toch een beetje je hart, of niet? Ja, maar ik denk niet dat ik weer terug ga om echt te hockeyen, maar ik blijf hier wel altijd lid en ik zal altijd deze club volgen en ik hoor gewoon wel echt bij deze club. Paulien stopt, ik vroeg me af, hoe lang ga jij nog door? Ja, ik, nou ja, als ik dat nu zo zie, ik heb al besloten om komend jaar door te gaan. Ja, dan wil ik zeker doorgaan, want ik wil die cup weer bij ons naar binnen trekken. Dat, een verandje op de Amsterdammers. Absoluut, als ik dit zo zie, dan denk ik, ja, nee, zo wil ik niet stoppen. Nee. Meer nieuws. Meer video's. 24 uur per dag. En 24actueel.nl